Welkom bij wederom een Monex Update. En de grote vraag is, gaan we een recessie krijgen in de Verenigde Staten? Ja, dan denken jullie, Bart, waar komt dit opeens uit het niets vandaan? Nou, het zit namelijk zo dat de spreiding tussen 2-jarige en 10-jarige Amerikaanse staatsleningen op het laagste punt staat sinds 2007 op 40 basispunten. Nou, is het vaak een voorbode geweest van een recessie dat de yieldcurve of de opbrengstencurve afvlakt? Afvlakken betekent dan dat de rentes op de korte termijn omhoog gaan en op de lange termijn naar beneden. En dat zien we nu ook. Het is interessant om te kijken waardoor dit eigenlijk is gebeurd. Dan zagen we afgelopen weken eigenlijk veel onzekerheid in de wereld. Zo bleef Donald Trump star volhouden aan zijn invoertarieven tegen zijn bondgenoten, de Europese Unie, Canada, Mexico. En tegelijkertijd zagen we politieke crisis in Spanje en in Italië. Tegelijkertijd zagen we dat de data uit de Verenigde Staten afgelopen week echt behoorlijk goed was. Maar goed, in ieder geval een voorbode is van meer inflatie. De lonen stegen sterker dan verwacht. En ook de favoriete inflatiemaatstaf van de Federale Reserve, de persoonlijke consumptieuitgaven, die was hoger dan verwacht. Nou, dit leidt ertoe dat markten zich aan het voorbereiden zijn op een vierde renteverhoging dit jaar in de Verenigde Staten. Nou, en dit leidt er weer toe dat wanneer mensen verwachten dat de Federale Reserve de kortste termijn rentes gaat verhogen, de overnachtrente, dan tikt dit uiteindelijk door naar de korte kant van de curve, zoals daar is de 2-jarige staatsobligaties. Nou, hierdoor zie je inderdaad dat de 2-jarige staatsobligaties omhoog gaan en de rente op de 10-jarige staatsobligaties tegelijkertijd omlaag gaan. Gaan we een recessie zien in de Verenigde Staten? Dat durf ik niet te zeggen. Toch is het interessant om deze opbrengstencurve in de gaten te houden, omdat de afgelopen recessies die we gezien hebben vrijwel stevast voorafgegaan werden door een afvlakkende yieldcurve. We gaan het zien. Bedankt voor het kijken naar deze Monex Europe Update. Tot de volgende keer.